Kinderen kunnen dan ook niet langer worden ingezet als juridisch drukmiddel in echtscheidingszaken. Het beschermen van die ouders tegen aantasting van hun ouderrol, daar gaat het om. En als je dat doet, dan uiteindelijk zul je constateren dat dan pas de belangen van de kinderen het beste gediend worden. Ik ben één keer aan de deur geweest en toen stond de deur toevallig open en toen stond de oudste aan de deur en die zei echt letterlijk, ben je nu helemaal gek geworden dat je hier staat, en gooi de kerel de deur dicht. Zomaar? Ja, ja goed, als gevolg van dat hele proces. En ik ben hem onlangs nog tegengekomen, denk ik, in Hengelo. En bij de trein stapte hij uit. Ik zag, ja, volgens mij was het hem. En ik heb gezegd, ik heb zijn voornaam genoemd. En hij draaide zich om en zag mij en liep rustig verder. Geen begroeting. We hadden zojuist nog even contact met Peter Prinsen, de advocaat uit de reportage die u zag. En hij meldde ons dat het gesprek met justitie vandaag hoopvol is verlopen voor wat het waard is. Tot slot wijs ik u op onze uitzending van komende zondag. Met een Soyuz-raket. Eigenlijk na 5 jaar mijn dochter voor het eerst weer heb mogen zien. Het heeft hier 3 keer plaatsgevonden. Bij de 3e keer heb ik aan de moeder gevraagd of het weer bij mij thuis plaats mocht vinden. Dat was ook de beschikking van de rechtbank. Maar moeder vond dat niet nodig en heeft vervolgens alle contacten verbroken. En zit ik eigenlijk te wachten op het volgende contact. Mijn dochter is inmiddels 6 jaar en weet niet eens wie ik ben. Naar schatting zijn er in Nederland zo'n 30.000 tot 40.000 kinderen die na de scheiding hun vader of moeder niet meer zien. We hebben het vanavond in deze speciale aflevering van Breekijzer over de zogenaamde dwaze vaders. Vaders wie een omgangsregeling door de moeder wordt gefrustreerd, zodat ze de kinderen niet meer kunnen zien. En zo'n vader die moet dan door een oerwoud van juridische procedures en onderzoek door de Raad van de Kinderbescherming om uiteindelijk, na jarenlange strijd, met lege handen te blijven staan. Je zou denken dat in Nederland het kind recht heeft op omgang met beide ouders. Maar daar denken de vaders en moeders in Nederland soms heel anders over. Vanavond volgen we het relaas van de 43-jarige Klaas Ebels uit het Groningse Appingedam. 11 jaar geleden scheidde Klaas en liet zijn 1-jarig zoontje achter bij zijn ex. Weer later hertrouwde Klaas met Jannie. Die bracht 2 zoons mee uit een vorig huwelijk. Maar toen zegde zijn ex de omgangsregeling met zijn zoon eenzijdig op. Klaas mocht zijn zoon niet meer zien. Jasper, ik ken deze speeltennis. Jasper kende, ja. Ik woonde samen met jou. Wij zijn hier samen wel geweest, ja. Tantje, is dat jouw tand? Of is dat... Die is van Jasper. Ja, laten we zien. Deze. Ook mijn hoop pijn en moeite gekregen. Heb ik veel om moeten bedelen. Maar uiteindelijk heb ik dan een tand van hem gekregen. En dat is het enige persoonlijke wat ik van hem heb. Afgezien nog van een paar foto's dan. Hoe lang heb je hem nou niet meer gezien? Ik heb hem nou maart 5 jaar niet meer gezien. Hoe lang geleden zijn jullie gescheiden? Dat is nou 11 jaar geleden. Maar toen zag je zo dus... Ja, in het begin nog wel. Toen had ik nog omgang met hem. Wat is er dan gebeurd dat plotseling helemaal anders is geworden? Weet ik niet. Op een gegeven moment was iemand in de familie jarig. En we gingen naar Jasper zijn huis om hem daar op te halen. En daar werd niet open gedaan. Gordijnen waren dicht. Maar je had gewoon aangemeld dat je Jasper zou komen halen?
Ja, nou, daar was een vaste afspraak voor. Om, om de andere week een weekend. Zaterdags en zondags. En daar had ze mee ingestemd? Daar had ze mee ingestemd, ja. En behalve dat, het is door de rechter is dat vastgelegd. En zij heeft toen eenzijdig die afspraak verbroken? Ja. Niet in overleg met mij of zo, van we stoppen ermee of wat dan ook. Het is gewoon punt uit, basta. Maar daar hoef je het niet bij te laten zitten? Dat heb ik, ik heb het gewoon niet bij laten zitten. Het was toen, de zomervakantie is voorbij gegaan. Toen heb ik nog niks gedaan en in september ben ik weer naar de rechtbank gegaan. Toen is de bemiddeling doorverwezen naar het CGG in Delfzijl. Dus toen moest er opnieuw een bemiddelingsplan worden? Dan moest, volgens de Raad voor Kinderbescherming moest er opnieuw nieuw bemiddeld worden. Dus met de opdracht van de rechter dat de omgang zo snel mogelijk weer opgestart zou worden. En daarnaast dus het contact tussen mij en mijn ex verbeteren. Al met al dan ben je weer een jaar verder. Zaten we een jaar later weer bij de rechtbank. Zonder advies van de Raad voor Kinderbescherming. En wat besliste de rechter toe? Wat mijn ex-vrouw altijd zei, is dat Jasper zelf geen contact meer met me wou hebben. Toen heb ik de rechter samen met mijn advocaat verzocht om een psychologisch onderzoek van mijn zoon. In hoeverre het inderdaad van hem uit hemzelf kwam dat hij geen contact meer met mij wou hebben. Maar goed, die psycholoog, die kinderpsycholoog heeft onderzocht wat Jasper nou eigenlijk wil. En die concludeert dat, ja, Jasper, dat er geen belemmeringen zijn voor de omgang tussen Jasper en jou. Ja, klopt. En dat de communicatie tussen vader en moeder verbeterd moest worden via een mediator, een echte professionele mediator. Dus eigenlijk weer begin bij af? Je begint gewoon weer van vooraf aan, want het hele onderzoek begint weer. Het frappante is namelijk dat we bij die zitting, dat ik toen gevraagd heb om dat psychologisch onderzoek, de rechter aan alle partijen gevraagd heeft, de Raad voor Kinderbescherming die erbij zat, aan mijn ex-vrouw en aan mij, dat we ons zouden conformeren aan de conclusies van het rapport, van het psychologisch rapport. Wat daarin zou staan, daar zouden we alle partijen zich aan houden. En daar zijn alle partijen toen mee eens geweest. Maar je ziet Jasper nog steeds niet? Ik zie Jasper nog steeds niet. Dat rapport is opgestuurd naar de Raad voor Kinderbescherming. Want de Raad voor Kinderbescherming is de enige die een advies uit kan brengen naar de rechter. En toen heeft de Raad voor Kinderbescherming in alle wijsheid besloten dat er was nou al zo lang geen omgang meer. Er was toen al 4 jaar niet meer. En dat de hele omgang maar stopgezet moest worden in het belang van het kind. En de rechter heeft er klakkeloos overgenomen en die heeft het zo beslist. In andere woorden, daar zit je dan? En dan heb je niks meer. Als vader, je hebt niks meer? Nee, dat is het einde oefening. Volgens de ex van Klaas wilde zijn toen 7-jarige zoon zijn vader niet meer zien. En dus hield zij de deur op slot. Klaas start een juridische procedure die 4 jaar later leidde tot de beslissing van de rechtbank om het omgangsrecht tussen vader en zoon te beëindigen. De rechter baseerde zijn beslissing op het advies van de Raad voor de Kinderbescherming, die de ruzie tussen de ouders aangreep om het kind het recht op omgang met beide ouders te ontzeggen. Je vraagt je dan af hoe zo'n beslissing in het belang van het kind kan zijn. Wij zijn zo benieuwd naar de moverende redenen van de raad om uiteindelijk te adviseren dat Klaas zijn kind niet meer mag zien. Als er al wegende en onderzoekende echt voor de raad het beeld overblijft, en dat is nooit of aan het ene moment op het andere, maar dat is nadat er allerlei pogingen gedaan zijn om wel een omgangsregeling te laten lopen, dan kan het ook zijn dat de raad zegt van, nou, hier liggen wij het hoofd in de schoot. Ene partnerschroom, Volbrethoven, ik wil niks met die andere te maken hebben. Dan zegt de raad, nou ja, dan moet dat maar. Niet als regel, maar de raad legt dan het hoofd ook wel eens in de schoot. Ja. Maar is dat niet vreselijk voor dat kind? Lijkt mij. Want die ontzeg je dan eventjes toch met zo'n maatregel. De omgang, het recht op de omgang van een der ouders. Maar als het kind dus anderzijds bij het forceren, of haast met geweld afdwingen van een omgangsregeling, in een ontzettend loyaliteitsprobleem gedwongen wordt. Ja, maar dat wordt hij ook op het moment dat hij voor die ene en niet voor die andere moet kiezen. Het kind heeft niet zoveel te kiezen, vrees ik. Moet u dan niet primair onderzoeken of het zinvol is om degene die de omgangsregeling blokkeert, om die om een advies te geven aan de rechtbank om het ouderlijk gezag eventjes van de ene naar de andere over te brengen? Zou dat niet
helpen bij het naleven van omgangsregelingen? Nou, ik ken situaties waar de raad dat geadviseerd heeft, al was het maar om een doorbraak te forceren. En ik zeg alleen dat de raad ook desgevraagd altijd gezegd heeft van dat als regel, dat vinden wij wel een hele harde maatregel. En dan kijken wij puur naar het belang van de kinderen. Het is niet in het belang van het kind, het is in het belang van de moeder. Want de moeder, die wil niet, of de vader, maar goed, laten we zeggen, de ouder met gezag belast. Ja, dat die degene is die uiteindelijk bepaalt of er wel of geen omgangsregeling plaatsvindt. Ja, eigenlijk, die bepaalt dat niet. Die kan door weigeren, door blokkeren, kan die natuurlijk... Ja, dus die bepaalt dat. Ja. Hij heeft ook altijd overal willen meewerken. Ja. En tragiek, ik vind het ook een tragische situatie dat er inderdaad soms de partij die het best wil meewerken zwaar gedupeerd wordt. Ja, dat is ook zo. Dat is echt heel vreselijk. Dan moet je advies toch heel anders zijn, volgens mij. Als dat feitelijk zo, je ziet het gewoon. Ja, dan moet je toch gewoon ingrijpen. Dus nou, kan het is, iemand die het is niet zo gestoord nee, maar het is, niet maar zo, iemand die nee, zo gestoord is, hè, die het gezag heeft over het kind, die zo gestoord is, ja, dat ze een omgangsregeling onmogelijk maakt, moet je eigenlijk onmiddellijk uit ouder gezag ontheffen. Het is natuurlijk niet zo dat het gezag automatisch gaat naar ouders die zich het best gedraagt. Ook dan geldt weer, ja, de blik is van wat is in het licht van wat er al gebeurd is en wat we kunnen voorzien voor wat is de beste beslissing voor het kind. Ziet u verandering? Ik bedoel, u weet, er is... Ik zie verandering. Ik heb gezien dat, dat zeg ik maar, de laatste jaren ook door, dat vaders die in bijna, die denk ik vroeger veel vanzelfsprekender in zo'n nadelige positie kwamen in het proces, die hebben dat thema stevig op de politieke agenda gezet. En daar is wel degelijk een soort kentering in het beleid aan het groeien. Er is ook een algemener bewustzijn aan het groeien dat het ouders zich niet kunnen permitteren om hun partner de omgang te onthouden. Ja, dat staat veel sterker in de samenleving, dat bericht, die boodschap, die norm, dan een aantal jaren geleden. Ik ben heel benieuwd of op basis van dat voortschrijdende onderzoek, die politieke herinsteek, of je zo'n zaak op dit moment mogelijk anders zou beoordelen. Niet dat hij er wat aan heeft, want met dat advies kan hij nog niks. Maar misschien is dat voor hem wel weer een aanmoediging om te zeggen, dan begin ik dan weer eens bij de rechtbank opnieuw. Hij wil zijn zoon gewoon zien, hij krijgt zijn zoon gewoon niet te zien. En de vraag is, zou iemand nog eens dat dossier kunnen bezien en de geschiedenis en de argumenten die daarin opgegeven zijn? Ja, en wellicht tegen het licht van vandaag. Ik wil wel onderzoeken of zo'n gesprek met u bij het dossier, met het dossier in handen, of dat mogelijk is. Ik ben Joep Sander, ik ben kunstenaar en pedagoog. Ik schrijf over de situatie van kinderen die in de knel komen tussen twee ouders na scheiding, die een van de ouders niet mogen zien. En dat gaat onder andere over het ouderverstotingssyndroom. Ik schrijf er ook artikelen over. Ik heb het dus zelf meegemaakt met mijn dochter. Ik heb mijn dochter al 12 jaar niet gezien. En ze zal inmiddels heel erg moeten kiezen voor de loyaliteit aan haar moeder. Professor Hoefnagels geldt als dé autoriteit op het terrein van kinderen die een der beide ouders niet meer zien. De emeritus hoogleraar hekelt het beleid van de afgelopen jaren om in het geval van ruzie tussen de ouders het kind de omgang met de niet verzorgende ouder te ontzeggen. De raad is slecht voor kinderen. De raad heeft het versteerd. De raad is ondeskundig. Ondeskundig. De methode van rapportage, ik ben nogal bezig geweest op dit terrein en ik heb 50 jaar geleden daar een proefschrift over geschreven, wat heel goed beoordeeld is in de Universiteit van Utrecht. Die methode bestaat nog. Een eenvoudige methode hoor, die u als journalist ook zo zou kunnen verzinnen. Onder andere dat je niet eerst conclusies moet hebben en belevingen en daarna pas eens moet gaan kijken of er ook feiten zijn die erbij passen. Je mag een omgangsregeling alleen maar afwijzen op grond van strikte ontzeggingsgronden, en dat zijn zware gronden. Het kind moet bedreigd worden met de ondergang en nog een paar dingen. Die raad die ingeschakeld wordt, die gaat eigenlijk niets anders doen dan kijken of waar dan toch die ontzeggingsgronden te vinden zijn. En als ze die na 2 jaar, 3 jaar nog niet gevonden hebben, of na 4 jaar, want dat is geen uitzondering dat procedures 4 jaar duren,
al die tijd geen omgang. Als na 4 jaar die ontzeggingsgronden nog niet gevonden zijn, ja, dan wordt uiteindelijk toch maar het verzoek afgewezen. Wat vooral erg onverantwoord is, is dat deze praktijk nu al zo lang duurt dat niemand meer in staat is om er goed naar te kijken. Dat betekent dat de hele gedoe is verkleurd door een fabeltje over belangen van het kind. Wat niet belangen van het kind zijn, maar dikwijls belangen van rechters en kinderbeschermers. Belangen om bijvoorbeeld een eigen praktijk die al jaren duurt te verdoezelen. En het gevaarlijke is dus dat de ingreep die nodig is niet wordt gedaan omdat we geen zin hebben om tegen ons eigen falen in deze maatschappij aan te kijken. Dat we een kinderbescherming in het hart van deze maatschappij dragen die eigenlijk geen kinderen beschermt, maar kinderen vervormt en kinderen geestelijk mishandeld op deze manier. Ik denk dat de Raad in ieder geval onmiddellijk op moet houden met deze zaken. Onmiddellijk. Want ze veroorzaken de ouderverstoting. Straks. Maar een kind heeft recht om zijn vader te zien. Ja. Om omgang te hebben met zijn vader. Dat recht onthoud jij jouw zoon. Nee, dat onthoud ik niet. Doe je wel. Je kunt een kind van 7, 8, 9 jaar niet vragen wat zijn rechten zijn. Hoe lang heb je hem nou niet meer gezien? Maart 5 jaar niet meer gezien. Dwaze vaders mogen dus gewoonweg hun kinderen niet meer zien. Bij de scheiding worden veelvuldig afspraken gemaakt over de omgangsregeling met de kinderen. En die afspraken worden door de rechter bekrachtigd. Maar aan die afspraken kunnen veelvuldig vaders geen rechten ontlenen als moeder appelleert. Ze zegt bijvoorbeeld, vader bemoeit zich veel te veel met de opvoeding van de kinderen. Of hij knuffelt mijn dochter veel te innig. In die gevallen moet de rechter opnieuw uitspraak doen. Dat overkwam Jos Aalders uit Veld bij Arnhem tot 5 keer toe. Dat is de fiets van mijn zoontje die hier al 4 jaar staat. Die hebben we toen voor zijn verjaardag een keer gekocht. En hij weet dat de fiets er is. En ik heb nooit de kans gekregen om hem te mogen geven aan hem. Hij is inmiddels 8 jaar. Hij was 3 jaar toen we gingen scheiden. En vanaf die tijd is het eigenlijk 5 jaar geleden. Ik heb hem bijna nooit gezien. Voor die tijd had ik een normale omgang. En dat ging hartstikke leuk, totdat ze een nieuwe vriend kreeg. En toen was het in één keer einde verhaal. Toen mogen niet meer, allerlei smoesjes en toestanden. En beschuldigingen van incest tot mishandeling, ontvoering. En inmiddels heb ik er al 5 rechtelijke uitspraken liggen dat ze mee moeten werken aan de omgangsregeling. Ze doen het gewoon niet, er staan geen sancties tegenover. Dus ja, ze blijven een spelletje gewoon doorspelen. Meester Prinsen houdt kantoor in Den Haag en geldt als vertrouwensman van veel dwaze vaders. Prinsen is specialist in familierecht en publiceert regelmatig over het onrecht dat kinderen wordt aangedaan als de omgang met een der ouders wordt gefrustreerd. Ja, we gaan het eerst hebben over die nakomen van de omgangsregeling. Wat schort daar nou over aan? Op de eerste plaats schort het eraan dat er geen omgangsregelingen worden getroffen. Dat gaat vreselijk lang duren, dat duurt soms jaren. En dan uiteindelijk wordt het nog niet getroffen. Maar als er een omgangsregeling wordt getroffen, of als die al een tijdje loopt, dan kan die omgangsregeling straffeloos worden geblokkeerd door de ouder bij wie de kinderen wonen. Want die zegt gewoon van, je krijgt ze niet te zien. Die zegt gewoon, je krijgt ze niet te zien. En daar wordt altijd een reden voor aangegeven. Het is te onrustig voor de kinderen. De kinderen raken uit hun doen. En dat soort eigenlijk onzinargumenten. Waarom wordt massaal, elke week opnieuw, massaal worden kinderen onttrokken aan de omgang? Dat is omdat daar geen sancties op staan. Dus er moeten, wil je dat na geleefd evident, zien? Er moeten sancties op komen. En wat voor sancties denkt u daaraan? Nou, als moeder de kinderen onttrekt, dus verbergt, doordat ze gewoon niet thuis is op die vrijdag dat de omgangsregeling ingaat, dan moet moeder strafrechtelijk worden vervolgd. Als moeder niet omgang toestaat en niet aan de bemiddelingstafel komt, dan gaan we de verblijfplaats van. Dus de beste sanctie je kan hebben.
Zo gauw ik zeg of andere mensen met mij, je moet gewoon zo'n omgang handhaven, dan begint er iemand anders te roepen, ja, maar dan zien die ouders, zien die kinderen hun moeder niet. Hè? Dan moet die moeder blijkbaar de gevangenis in. En dat is een... Dan maak je het de oplossing belachelijk. Hè? Want dat is natuurlijk niet zo dat dan duizenden moeders de gevangenis ingaan. Bovendien de gevangenis, dat is nog maar een van de manieren waarop je kunt handhaven. Bovendien is het zo, als een moeder of een vader om die redenen vervolgd zou worden, dan heeft er dus die andere ouder nog om op terug te vallen. Klaas Ebels zag zijn zoon 5 jaar geleden voor de laatste keer. De rechtbank verwees de zaak door naar de Raad voor de Kinderbescherming, die het voormalige RIAG opdracht gaf de omgang tussen vader en zoon te starten en de communicatie tussen de ouders te bevorderen. De ex van Klaas weigerde aan tafel te schuiven en Klaas kreeg het aan de stok met een van de pedagogen. Het lijkt er wel op alsof u als organisatie op afstand een rapport moet maken over wat er aan de hand is. En het einde van het liedje is dat er niks van terecht komt. Dat er een rapport teruggaat naar de Raad van de Kinderbescherming, dat hij helemaal niet bereid is tot omgang met zijn zoon. En omdat zijn voormalige ex verder ook helemaal geen zin meer in heeft om met hem in uw aanwezigheid te praten, is de uiteindelijke conclusie dat hij de omgangsrecht ontzegd wordt. Wat wij proberen natuurlijk bij de omgangsbegeleiding is om communicatie weer op gang te brengen en we proberen de niet verzorgende ouder toch in contact te brengen met het kind of de kinderen. Het gaat hier dacht ik om één kind. Ja, mijn zoon. Het gaat natuurlijk om communicatieproblemen tussen de moeder en de vader en dat wordt dan uitgespeeld over de rug van het kind. Uiteindelijk zou het dan een ontmoeting met mijn zoon zijn hier in de spelkamer. Daar had ik al mijn bezwaren tegen omdat ik dat een hele grote vernedering vind, omdat ik mijn eigen kind die ik in mijn hele leven nog nooit wat aangedaan heb, hier onder begeleiding moet zien. Als een soort crimineel, als een junker, weet ik het wat. Zo voelde ik dat toen. Toen het uiteindelijk zover was, zijn we met z'n drieën in een cirkeltje gaan zitten en de heer Zaad-Noordijk heeft zich er van voor naar achter met dat gesprek bemoeid. Als ik bepaalde dingen aan mijn zoon wou vragen, dan werd dat afgekapt. Dat was nog niet ter zake doende. Nou, en dan komt er een rapport, komt eruit. Nou, daar zakte mijn broek helemaal vanaf. Maar dan word ik afgedaan als een grote overheersende man en waar niet mee te praten is en weet ik het allemaal niet. En dat rapport nou, en is uiteindelijk dat rapport, de aanleiding, de molensteen waardoor hij zijn omgangsrecht verloren heeft. Als de rechter nou opdracht geeft via de Raad van de Kinderbescherming om het contact tussen vader en zoon op te heropenen, ja, dan zeg je toch gewoon, jongens, omarm elkaar en ga lekker weet ik veel wat, naar de kinderboerderij of ga naar de Efteling met z'n tweeën. Dat of wordt ook wel gedaan, maar dan maar heb je het verhaal gehoord wat er gebeurt? Ja, in een spelkamer en dan maar toch is vaak wel, dit is wel vaak de start van zo'n situatie, dat we in een spelkamer of in een andere kamer eerst eens met een hulpverlener erbij het contact op. Dat gebeurt wel, dat is niet de eerste keer dat dit gebeurt, dat gebeurt maar al vaker. Maar kunt u dat uitleggen waarom dat is? Het zijn vaak moeders, maar het is ook wel eens andersom hoor, dat de vader in zo'n situatie, maar het is vaak moeders niet voldoende vertrouwen erin hebben dat het goed loopt in het eerste contact als er geen toezicht van bijvoorbeeld ja, wat is dit nou van onzin? Ik zou niet weten waarom ik een slechte vader zou zijn en waarom de gronden zijn om waarop mij ontzegd wordt om omgang met mijn zoon te hebben. En mijn zoon met mij natuurlijk. Nou, en als dat alleen de grond is omdat moeder het niet wil, nou dan klopt er gewoon iets niet. Nee, maar dit komt veel voor. Dat is een schande. Veel te veel. Ja. Maar dan moet u toch als met elkaar eens om de tafel gaan zitten. Rechtbank, Raad voor de Kinderbescherming en hulpverlenende instantie. Want dat deugt natuurlijk niet. In de meeste gevallen zijn wij in staat om zo'n vastgelopen zaak toch weer op een of andere manier los te trekken door opnieuw het gesprek aan te gaan. Het gaat om het kind. Ja, nou ja. Dan zeg ik, want die zaak ligt nu al veel te lang stil. Kijk wat er nou voor ruimte is bij de moeder om mee te werken aan een nieuwe poging. Wie moet dat doen? Want hij kan daar niet langs de deur. Ach, wij kunnen natuurlijk met de moeder gaan praten en zeggen, wij zitten nou in deze situatie en wat kunnen wij? De moeder is de sleutel om de deur tussen Klaas en zijn zoon open te zetten. Pieter wil aan haar vragen waarom zij niet wil dat Klaas zijn zoon ziet en of er wat is voorgevallen dat Klaas mogelijk verzwijgt, maar wat haar gedrag verklaart. Goedemiddag. Ja. Ik heb een vraag. Ja. Wij zijn een verhaal aan het maken over Klaas. Oh, nee.
En dan wil ik toch ook wel de andere kant van het verhaal horen. Oh. En wat mij nou verbaast, dat is... Kijk, ik vind dat een kind recht heeft op omgang met beide ouders. In de wet staat bijvoorbeeld dat het al heel gek moet zijn, wil dat recht niet geëerbiedigd worden. Ja. En dan moet er al sprake zijn van incest of van andere vreselijke dingen. Ja, klopt. Ja. En zolang dat niet het geval is, heb ik er een beetje moeite mee als dat, om welke reden dan ook, niet toegekend wordt. Omdat dat kind in feite recht heeft op beide ouders. Ja. Dat kan ik me voorstellen van buitenaf. Maar goed, Jasper was 7 jaar toen hij zijn vader voor de laatste keer gezien heeft. Met uitzondering van een half uurtje bij CGV. Ja, toen had Klaas ook na 1 keer al zoiets van. Ja. Nee, maar goed. Ja. Dus hij was 7 jaar. Ja. En daarna heeft hij zijn vader niet. Dus er is geen normale band kunnen opbouwen. Nee, maar dat heeft hij voor die tijd ook niet gehad. Ja, Jasper heeft helemaal geen behoefte. Helemaal. Maar een kind heeft recht om zijn vader te zien, om omgang te hebben met zijn vader. Ja. Dat recht onthoud jij jouw zoon. Nee, dat onthoud ik niet. Doe je wel. Je kunt een kind van 7, 8, 9 jaar niet vragen wat zijn rechten zijn. Is toch onmogelijk voor een 7-jarig kind om aan zijn moeder te vertellen hoe zijn relatie met zijn vader is. Net zo min als het mogelijk is om zijn vader te vertellen wat hij van zijn moeder vindt. Dat kan een kind helemaal niet aan. Daarom nou juist moet je omgang verstrekken aan beide ouders. Dat is een heel normaal proces. Ik wil het gesprek stoppen. Dus je bent niet te bewegen, denk je? Nee, ik denk het niet. Volgens de moeder is het de keus van haar zoon zelf om Klaas niet meer te zien. Ze wil niet meewerken aan een hernieuwde poging om de relatie tussen vader en zoon te herstellen. Pieter moet zich maar tot haar advocaat wenden als hij nog verdere vragen heeft. Eigenlijk zou u willen vragen of u zou kunnen bemiddelen omdat Klaas zijn zoon niet kan zien. Ik treed op voor mijn vrouw, dus ik kan niet bemiddelen. En als u het er niet mee eens was geweest met de beslissing van de rechtbank, had u toen een hoger beroep gekund, hebt u niet gedaan. Maar nee. Nee, maar zo zit ons... Zo zit ons rechtssysteem in elkaar. U dient toch niet alleen maar het belang van een individuele cliënt, u moet toch ook een klein beetje het maatschappelijk evenwicht in de gaten houden? Ja, maar primair kom ik natuurlijk wel op voor de belangen van mijn cliënt. En als er dus willekeurig iemand bij u langskomt en die roept, ik wil, dan springt u in de houding en dan gaat u weer. Nee hoor, ik ben geen papegaai. Ik heb deze zaak, dacht ik, naar behoren bekeken. Ja. Heeft u ook ongetwijfeld. Ja, inderdaad, zeker. En ik zie geen enkele, maar dan ook werkelijk geen enkele aanleiding om het een omgangsregeling te verbieden, te verhinderen. Ik denk dat Jasper hier niet op zit te wachten, hoor. Op dit soort publiek. Nee, ik vind het niet zo leuk. Dat blijkt wel uit het rapport. Hij ziet in ieder geval dat zijn vader tot het uiterste wil gaan om gewoon op een normale wijze met zijn zoon contact te hebben. Uit het rapport van mevrouw Haas toen de tijd dat hij hersenspoelt. Heeft u kaartjes gestuurd, briefjes gestuurd, brieven gestuurd, foto's gestuurd? Ze heeft er alles aan gedaan om Jasper bij mij weg te houden. En nou wordt er mij verweten dat Jasper zelf geen contact meer met zijn vader wil. Nee, logisch, die jongen is helemaal hersenspoeld door zijn moeder. Omdat zijn moeder niet wil dat Jasper contact met mij heeft of ik contact heb met Jasper. En dat is de hele omgekeerde wereld. Maar ik vind eigenlijk, maar dat is nu 2 jaar later, eigenlijk dat iedereen in deze zaak die zich heeft ingezet om de omgangsregeling onmogelijk te maken, zich eigenlijk zou moeten schamen. Hm. Inclusief de advocaat. Ja, nou, dat mag u zeggen. Ja? Ja hoor. Exen gaan soms heel ver om de omgangsregeling van de kinderen met de andere ouder te frustreren. 3 jaar geleden werd Sander Kool uit Eindhoven door de politie opgehaald en 3 dagen voor verhoor vastgehouden. Zijn ex beschuldigde hem van ontucht met zijn 5-jarige dochter en wilde dat de rechter de omgang zou verbieden. 3 jaar geleden ben ik gescheiden. En tot 2 jaar terug ging het eigenlijk allemaal wel wat stroef, maar de omgang was er. Eens in de 14 dagen kon ik mijn dochter zien, die kreeg ik op bezoek. De grote vakantie, dus alle... Alle tussenliggende vakanties heb ik ze dan niet gehad. En de grote vakantie, dus de zomervakantie, nam ik ze mee naar Spanje. Ik ging op vakantie naar Spanje. Eigenlijk allemaal geen probleem. Tot dat ik een vriendin kreeg. En toen begon eigenlijk de ellende, toen begon de stroefheid echt vaste vormen aan te nemen. Berichtjes krijgen van Romy wil met de kerst niet komen en alles. En ik sta bij haar voor de deur.
En Rombie was er niet. En het enige wat ik als antwoord kreeg was van... bespreek me met je advocaat. Nou, daar kon ik het mee doen. Onderweg naar huis. Bel mijn vriendin, die belt mij op. Helemaal in tranen. Want we hadden een brief gekregen van de advocaat. Met daaraan vast een aangifte. Wat behelste die aangifte? Die aangifte die behelste eigenlijk een seksueel misbruik van mijn eigen dochter. En dat duurde nog geen 2 weken. En toen stond in 1 keer de politie hier op de stoep. En ja, of dat ik dan toch maar mee wilde gaan naar het politiebureau. Vervolgens mocht ik na 3 dagen gelukkig weer naar huis. Mijn vriendin ook. Want mijn vriendin die was dus ook meegenomen. En nou, dan begint eigenlijk de ellende pas. Want dan durf je je eigen huis er niet meer in. Want God weet wat er dan nog allemaal kan gebeuren. Je gaat van alles onderzoeken. Je gaat van alles nakijken. Hoe dat in godsnaam allemaal komt dat zomaar kan. Vervolgens komt er uiteindelijk op 10 februari komt er een uitspraak dat de zaak wegens gebrek aan bewijs geseponeerd is. Roby, die zal best wel snappen dat jij dus, of dat er sprake is van perverse spelletjes waar papa bij betrokken is dus. Wat ik nou van de Raad van de Kinderbescherming heb gehoord, die hebben met mijn dochter nou gesproken. En die geven nou aan dat Romy heel boos is dat ik thuis weg ben gegaan. Dus, en dat blijkt ook wel, dat de moeder had al een paar keer tegen Romy gezegd van ja, maak je maar geen zorgen, papa die komt heus wel terug. Ja, en dan alles wat er natuurlijk in de weg staat, dat is mijn vriendin. Dus het is heel begrijpelijk voor zo'n kind dat een kind op een gegeven moment zegt van ja, nou papa is weggegaan en die heeft daar een vriendin. En dus Romy is boos op mij. En nu heeft ze tegen de Raad van de Kinderbescherming zelf gezegd, dus na die 2 jaar, ja, ik hoef papa helemaal niet te zien. Ja, dat is natuurlijk dus dubbel wrang. Dat dus je eigen dochter dan in 1 keer ook zegt van ik wil papa niet meer zien. Dat is, dat is een hard pijn. Het proces is telkens hetzelfde. Na verloop van tijd als kleine kinderen één van de ouders niet meer zien, zetten ze zich tegen die ouder af. Voor de Amerikaanse rechter geldt pas het parental alienation syndrome als doorslaggevend argument om omgang met beide ouders te bevelen. Een kind wordt voor zijn leven getekend met een psychiatrisch syndroom waar het heel moeilijk vanaf te helpen is. Wat voor symptomen? Het symptoom is dat het dus geleerd heeft de instelling van de moeder over te nemen naar een betekenisvolle andere ouder. De instelling, de haat over te nemen van de moeder naar de vader, dikwijls. Daarmee draagt het dus een haat in zich voortdurend in zijn of haar leven die niet gegrond is op realiteit. Dat is het ergste, hè? Dat ze weten wat het falen niet zwart is. Maar ze weten niet meer wat de werkelijkheid is. Dus die kinderen houden daar ook een hele wonderlijke wereld op na. Ik bedoel, u spreekt met uw mensen van de... Ook in de maatschappelijke omstandigheden spreek je met je mensen. En je gelooft niet meer wat er gezegd wordt. En het zou ook best anders kunnen zijn. Maar nog erger, datgene wat je zelf met je eigen ogen ziet, zou ook wel eens anders kunnen zijn. Want je ziet dat je vader leuk is, dat weet je nog. Ik maak het eenvoudiger. En moeder zegt dat het zo ontzettende schoft en een klootzak is. Dat is echt de oude verstoting. Kinderen die dus op een gegeven moment op een 30ste, 35ste denken, wat is er eigenlijk met mij aan de hand? Wat wringt er nou diep in mij? Hoe komt het nou dat ik op zo'n manier van mijn vader verdreven ben? Die kinderen die zitten daar zo mee dat ze eigenlijk, die zijn emotioneel helemaal verscheurd geraakt. Hè? Dus die zijn een beetje eigenlijk 2 personen geworden. Hè? Het ene deel van hun persoonlijkheid is verdrongen. En daar worstelen ze mee. Er zijn 10.000 andere kinderen die worstelen met gevoelens over één van hun ouders. Het blijkt heel moeilijk om die leiders aan het oude verstotingssyndroom voor de camera hun verhaal te laten vertellen. Ze willen hun ouders niet publiekelijk afvallen. Maar wilde hij jullie wel zien? Ja, heel graag zelfs. Wat ik achteraf dan van hem zelf gehoord heb. Maar volgens mijn moeder wilde hij ons niet zien. Ja, want ja, ze vertelde ja, zo vaak gewoon dat mijn vader ja, slecht was. En dat hij dan ons geestelijk mishandeld had. En vroeger toen we klein waren geslagen had en zo. Dus ja, daar gingen we gewoon niet geloven. Haat hij je vader toen? Ja, absoluut. Al vrij snel na de scheiding. Ja. Je verstootte hem ook echt? Ja, ja.
Ja, ik moest echt niks van hem hebben. Ik was ook bang dat ik hem op straat tegen zou komen of zo. Dus... Terwijl achteraf gezien helemaal niks was om bang voor te zijn eigenlijk. Ja. Op een gegeven moment ben je hem gaan opzoeken. Ja. Het is gewoon heel moeilijk en je wilt gewoon graag een leuke vader. Dus ja, aan de andere kant heb je ook zoiets van, ja, ik wil hem ook wel leren kennen. Maar toch zit er die angst van, misschien is het toch wel een hele enge man. Naarmate je dat je ontdekte dat je vader eigenlijk best aardig was, ontdek je natuurlijk tegelijkertijd de leugen en bedrog van je moeder. Ja, maar daar ja, was ik voor een deel al achtergekomen. Van, omdat zij hem zeg maar, van die geestelijke mishandeling beschuldigde, onder andere. Dat was haar ja, de grootste beschuldiging, vond ik. Ja, dat ze dat zelf ook deed door te dreigen met zelfmoord en zo. Dus, ik was er al voor een deel achter dat het eigenlijk wel heel veel leugens waren. Maar ja, je wordt wel steeds kwaader ja, als je merkt van het is toch een aardige man. En ja, op een gegeven moment was het ook echt gewoon mijn vader. En daar was ik gewoon trots op. En ja, die heeft ze toch al die jaren van me afgepakt. Hij is overleden, hè? Ja. Ja. Dus je hebt geen vader meer? Nee. Nee. En ook bijna geen moeder meer? Nee, die... voor mij is dat ook afgelopen. Dat is een afgesloten hoofdstuk. Straks. Dag, meneer Slams. Goedendag. Zou je mij kunnen helpen? Nou, in zoverre kan ik u helpen. Nee, wacht even. Ik moet niet kiezen. Ja, als u eventjes eerst even luistert. Meester Klinterman. Ja. Ja. Het is een twee keer geworden, het gebouw is gemaakt. Ja, door wie? Hoe lang heb je hem nou niet meer gezien? Ik heb hem nou maart 5 jaar niet meer gezien. Dwaze vaders hopen dat uitspraken van de rechter duidelijkheid bieden. Maar in de meeste gevallen bieden ze nou juist geen duidelijkheid. De wijze mannen en vrouwen die verwijzen hun oordeel door naar de raden voor de kinderbescherming. Die op hun beurt bijna, zo lijkt het wel haast, op de stoel van de rechter gaan zitten en Salomons oordelen vellen. Terwijl de wet toch heel duidelijk is. Ieder kind heeft recht op omgang met beide ouders. We wilden vragen wat we precies moeten doen om een zaak te heropenen. De rechter heeft uiteindelijk het laatste woord over wie en of er een omgangsregeling komt. Die beslissing neemt de rechter al dan niet gemotiveerd. Maar verdere vragen over de beslissing van de rechtbank mag je in Nederland niet stellen. De rechter hoeft aan niemand verantwoording af te leggen en is in dit geval in Groningen ook niet bereid om aan Klaas uit te leggen welke verdere procedures openstaan om zijn kind weer te mogen zien. Feitelijk, de omgangsregeling die bepaald wordt door de rechtbank heeft toch niets uitstaande met, ja, klinkt een beetje vervelend naar het kind toe, maar met de situatie van het kind. Waar die rechter zich toe zou moeten beperken, ja, dat is tot agenda kwesties. Geen ellende toelaten van beschuldigingen van die man die is slecht voor de kinderen en hij mishandelt en hij drinkt en weet allemaal wat hij allemaal verkeerd doet. De rechter die over een omgangsregeling zit, die zou op zo'n moment tegen de moeder moeten zeggen: mevrouw, u bent bij mij aan het verkeerde loket. Ik ga niet over kinderbeschermingsmaatregelen, want daar doelt u op. Ik ga alleen over omgang en dat is, zeg mij wat uw werktijden zijn en ik zal zeggen wanneer de kinderen bij vader mogen zijn. Het is een beetje eigenwijsheid van de rechter, die meent dat hij dat als u dat zo kan noemen wil, beschikken. Ik vind, het is een beleid van de rechterlijke macht om het anders te doen. Dat lijkt zorgvuldig. Maar de grootste zorgvuldigheid die hier wordt nagestreefd, die leidt tot een uitermate grote onzorgvuldigheid. Want je creëert een lijdensweg van vele jaren. Belang van het kind is gediend met een zo kort mogelijke procedure. Alleen maar op zakelijke argumenten, niet op emotionele argumenten. Dus die moet je dan ook niet toelaten in een omgangsprocedure. Het is onvoorstelbaar eigenlijk dat nog steeds rechtbanken zich op het sleeptouw laten nemen van het conflict zelf in plaats van dat ze een zinnige knoop doorhakken en de Salomons oordelen vellen die werkelijk Salomons oordelen zijn.
De Raad voor de Kinderbescherming heeft Klaas, Jannie en Pieter uitgenodigd om naar aanleiding van wat Klaas is overkomen verder te praten. Stiekem hoopt Klaas dat de Raad het voortschrijdend inzicht deelt dat de omgang met beide ouders ten alle tijde moet worden gewaarborgd in plaats van één van de ouders buiten te sluiten. En wellicht kan de Raad helpen de omgang tussen Klaas en zijn zoon weer te herstellen. Blijf ze er even bij staan, dan weet u dat ik geen onzin palaver. Ik blijf erbij staan. Tot ziens. Goed. Ja, Klaas die zei net tegen de hoogwoon bedankt voor uw uitleg. En het was eigenlijk niet meer dan een uitleg. Meer dan een uitleg. Een lijvig rapportje over de gebeurtenissen vanaf maart 1994 tot nu. Waarin het handelen van de Raad voor de Kinderbescherming is beschreven. En meneer Hogeboom die stelt vast dat hij vindt dat de raad zorgvuldig heeft gehandeld. En ja goed, uit zijn opmerkingen en in de tijdsgeest. Natuurlijk binnen je eigen organisatie hebben we niet de indruk gekregen dat er onzorgvuldig is gehandeld. Wel dat er heel veel onzorgvuldigheden in de hele rapportage zijn gestoken. Dus het feit dat Klaas altijd gezegd heeft van... Ik wil heel graag omgang met mijn kind. En het feit dat zijn ex die omgang van begin af aan heeft gefrustreerd. Nou, die weerslag vind je nergens terug. Van vooraf aan beginnen heeft geen zin. En toen zeiden we, God is een procedure waarin we vragen om een curator. Voor Jasper. Een soort advocaat. Maar dan een advocaat die ook de zeggenschap heeft. Is dat dan een mogelijkheid? Nou, dat is... Dat vond hij eigenlijk misschien best wel een goede manier om uit deze impasse te raken, toch? Ja, ik denk ook nog dat het de enigste manier is. Dus moeten wij een advocaat vinden die voor jullie die procedure gaat opstarten? Ja. Opnieuw dus een procedure. Klaas ziet daar als een berg tegenop. Opnieuw die onderzoeken, die onzekerheid en de mogelijke escalatie van de relatie met zijn ex. En wat dat voor negatieve gevolgen voor zijn zoon meebrengt. Maar Klaas geeft niet op. Meester Carlo Liefting biedt zijn hulp aan. Ik heb begrepen van meneer Hoefnagels, kinderdeskundige in dit land. Je kan ook een bijzonder curator kan je aanvragen bij de rechtbank. Dat verzoek kan dan gehonoreerd worden. Die gaat meteen opkomen voor de belang van het kind. Feitelijk vind ik zelf dat het standaard zou moeten worden in dit soort zaken. Dus dat de wet moet worden aangepast dat een kind altijd recht heeft op een bijzonder curator. Die dan namens het kind... in de procedure actief gaat zeggen wat ook in het belang is van het kind, want het kind zelf wil en wenst. Nu is dat dus niet het geval. Ja, en dan wordt het kind niet gehoord en wordt er over het hoofd van het kind beslist. Ja, dat zijn eigenlijk dingen die tot de verleden tijd behoren, vind ik. Ja, en die procedure die je normaal gesproken moet voeren, die duurt ook jaren en jaren ja, en jaren. Ja, die is veel te lang, ja. Ouders kunnen niet zo lang zonder hun kinderen, maar belangrijker is, kinderen kunnen niet zo lang zonder ouders. Ja, daar heeft u gelijk in, dat klopt. Heel schadelijk. De advocaat heeft inmiddels bij de rechtbank in Groningen een verzoek ingediend om voor de zoon van Klaas een curator aan te stellen. Pieter meldt zich ondertussen bij het ministerie van Justitie, waar beleid wordt gemaakt in zaken jeugd en preventie. Hij wil weten of minister Donner zich het lot van de dwaze vaders aantrekt. De kritiek die alom gehoord wordt is, je kunt wel een omgangsregeling hebben, toegewezen door de rechtbank, maar die wordt niet... nagekomen, veelvuldig niet nagekomen, met als gevolg dat ja, dan vaders of moeders de kinderen maar niet meer zien. Hoe, is daar een lijn vanuit het ministerie voor? Nou, als je kijkt naar deze problematiek is het natuurlijk heel erg belangrijk, dat weten we ook uit onderzoek, dat het heel belangrijk is dat zowel vader als moeder contact heeft met het kind. En dus justitie zal alles doen wat mogelijk is met beleid, met wetgeving, om te zorgen dat dat contact waar mogelijk tot stand komt. En in de meeste gevallen lukt dat ook. Het aantal gevallen waarin ouders samen tot een regeling komen voor de omgang met hun kinderen, dat is heel groot. Ik bedoel, het is uitzonderlijk dat het niet lukt, maar in een aantal gevallen lukt het niet. Heeft u getallen? Die heb ik niet zo 1, 2, 3 paraat. Die kan ik u wel leveren. Maar het zou toch om 30.000, circa 30.000 gevallen gaan, waarin er grote problemen zijn met de omgangsregeling. Nee hoor, dat is niet zo. Het is ongeveer een kwart van de gevallen waarin gescheiden wordt dat er überhaupt echt grote geschillen reizen tussen mensen. En het aantal gevallen waarin men er daar weer niet uitkomt, dat ligt vele malen lager dan dat. Want
wij gerechercheerd hebben, dat luidt dat er ongeveer 30.000 probleemgevallen zijn in Nederland. Dan heb ik het natuurlijk wel over kinderen van 0 tot 18. Ja, nou die cijfers komen niet over. Ik bedoel, anders dan moet ik even wat cijfers erbij zoeken. Ja, graag. Ja? Het zou raar zijn als we over hele andere cijfers. Als u zegt, nee, het zijn er maar 30, dan... Nee, maar de aantallen waarin... ja, ze liggen daar ergens op mijn bureau, dus dan moet ik even voor u zoeken. Nou, ja, even schorsen? Gaan we koffie inschenken? Ja, dat had ik nog niet aangebroken. Zeg maar van de gevallen waarin mensen het er samen niet over eens worden, blijven er altijd nog zo'n 1500 over. Waar de rechter uiteindelijk een oordeel moet vellen, dus een omgangsregeling moet vaststellen. Maar het is het ten opzichte van het aantal gevallen waarin mensen zelf tot een oplossing komen, is het een betrekkelijk gering aantal. Het gaat toch om duizenden kinderen die dit betreft. Maar als je het simpelweg hebt over de kinderen tussen 0 en de 18, praat je dus over, als we uw aantallen gebruiken, over 18 keer 1500 gevallen. Dan praten we dus gewoon over 30.000 gevallen. Ik geloof dat we nu een beetje aan het goochelen slaan. Ik denk dat het belangrijk is vast te stellen dat er aantallen zijn en dat een deel van de mensen het niet oplost. En dan betekent het helaas dat ze het aan de rechter moeten voorleggen en die moet dat probleem zo goed en professioneel mogelijk met hulp van de raad oplossen. Bestaat er een richtlijn dat de verzorgende ouder het voordeel van de twijfel geniet? De instructies van de raad zijn erop gericht om steeds te zorgen dat beide ouders de omgang van het kind op een of andere manier genieten. Dus Oké, maar dat is het beste, dat is het streven. Ja, wat gebeurt er nu als die omgang gefrustreerd is en gefrustreerd lijkt voor de toekomst? Het is niet mogelijk met bemiddeling of andere vormen om die mensen tot een oplossing te brengen. Ja, dan zal er een omgangsregeling worden vastgesteld. Ja, maar veelvuldig adviseert de raad om juist de omgang maar van een en beide ouders maar een streep doorheen te halen. Dat gebeurt ook, maar dat gebeurt in een heel klein deel van de gevallen. Toch hebben we in de uitzending 4 voorbeelden van vaders en we hebben niet hoeven zoeken om die mensen te vinden. Nee, dat verbaast me ook niet, want ik denk dat de mensen die dit aangaat daaronder lijden. En binnenkort komt onze minister ook met voorstellen naar de Kamer om daar ook wat meer nog vorm aan te geven. En het richt zich dan vooral om op het nog weer eens scherper aanzetten van dat wederzijdse ouderschap. Want daar ligt toch eigenlijk het fundament van vader, moeder, weet, jullie hebben allebei hier een taak in te vervullen, respecteer dat. En neem wat genoegen met het minderen van elkaars conflict. Blijf toewerken naar die situatie. Ja, maar nogmaals tot uw dienst. Ja. En dat moet absoluut. Ja. Maar wat nou als één der ouders gewoon niet mee wenst te werken? Dan zegt u ja, dan kunnen we sanctioneren. Maar dat gebeurt dus niet. De ouderlijk maar wordt voortgezet door beide ouders. Ja. Ja. En die liggen met elkaar in de clinch. Ja. Zou het niet een heel goed idee zijn om een curator voor het kind aan te wijzen? Als er sprake is van een conflict. Als u bedoelt, van zou het niet goed zijn om een mediator te benoemen, die probeert om vanuit het belang van dat kind die partijen wel tot afspraken te brengen, dan ga ik daar onmiddellijk in mee. En want het is natuurlijk beter dat partijen samen weer aan de praat komen dan dat een rechter iets oplegt. Het werkt vele malen beter. Verplicht mediation, is dat een oplossing voor dit soort probleemgevallen? Een van de onderwerpen waar de minister nu voorstellen voor wil gaan doen, ligt inderdaad op dat vlak. Dat je ouders van tevoren natuurlijk eerst zelf de ruimte geeft om het eens te worden, maar dat je toch zegt van nou, u komt niet meer bij mij weg met het simpel op mijn bordje van raad en rechter leggen van het probleem. Interessant idee is natuurlijk wel om te zeggen van als een van de partijen echt niet wil, dan laat hij daarmee ook wel zien dat hij het recht van dat kind op die opvoeding door beide ouders niet serieus neemt. En dus zou je dan het kind in feite bij de andere ouder moeten plaatsen? Ik kan me voorstellen dat de rechter daar inderdaad zich wat aan gelegen laat liggen. Ja. En dat soort voorstellen kunnen we van de minister tegemoet zien? Dat zou het effect kunnen zijn van de voorstellen die hij gaat doen. Dwaze vaders, ja, noem het maar dwaas als je vecht voor de omgang met je kind en als een sukkel in de hoek wordt gezet. Maar als directeur Levenkamp van Zonet gelijk krijgt, dan komt minister Donner binnenkort met voorstellen voor verplichte mediation tussen kijvende ouders. En als een van de ouders de omgang frustreert, dan moeten er sancties volgen, want een kind heeft tenslotte het recht op omgang met beide ouders.
Volgende week zijn we er weer met een special over verkooptrucs. Zelfde tijd, zelfde zender. Het moet kunnen. Het aantal nou veel of heel veel is, we weten dat het voorkomt. En het is belangrijk dat we een plan van aanpak hebben. En op dit punt zijn zowel de staatssecretaris Ros als minister Donner ook heel actief bezig. Het kabinet heeft enkele maanden terug al een onderzoek aangekondigd naar de omvang van kindermishandeling in Nederland. Dit moet volgende maand van start gaan. Centraal station in Den Haag is aan het eind van de... kwaliteit van de jeugdzorg is volstrekt onder de maat. En ook de kennis van de hulpverleners schiet tekort. Zegt de hoofdinspecteur van de inspectie jeugdzorg... naar aanleiding van de dood van het 3-jarig meisje Savannah uit Alphen aan de Rijn. Deskundigen op het gebied van de jeugdhulpverlening... vinden ook dat het slecht gaat met de huidige hulpverleningsinstanties. De bureaucratie belemmert adequate zorg. De jeugdzorg in Nederland, ooit opgezet om direct hulp te bieden aan kinderen in de problemen. Maar nu verworden tot één grote bureaucratische organisatie... waar men door allerlei regels niet de zorg biedt die het zou moeten bieden... zegt de inspectie voor de jeugdzorg. Er wordt inderdaad veel te veel langs elkaar heen gewerkt. Het is natuurlijk van de gekke dat er zoveel hulpverleners met één gezin zich bemoeien. Dat zou veel beter gestroomlijnd kunnen worden. En er moet afgesproken worden dat er één iemand verantwoordelijk is voor de zorg... dat die alles in kaart brengt, de hulpverlening in gang zet... en ook zorgt dat dat gezin weet bij wie die moet zijn als er problemen zijn. Het moet dus beter en veel efficiënter, zegt de hoofdinspecteur. Want iedereen is het erover eens dat tragische gevallen zoals in Alphen aan de Rijn... in de toekomst voorkomen zouden moeten worden. Hoogleraar opvoedkunde Jo Hermans vindt het onbegrijpelijk... dat de jeugdzorg zo slecht georganiseerd is. We krijgen het eigenlijk niet voor elkaar om een jeugdzorg te creëren die A, er is als het nodig is, er snel is als het nodig is, kan ingrijpen als het nodig is en effectieve hulp kan bieden als dat nodig is. Wat er veel beter moet gebeuren is dat hulpverleners over de schutting heen kijken van hun eigen sector en zeggen, nou wij zijn allemaal verantwoordelijk dat het met zo'n gezin en zo'n kind goed gaat. Wie doet wat en laten we dat op elkaar afstemmen. Ook psychiater Van Dantzig, bekend door zijn jarenlange inzet tegen kindermishandeling, vindt het niveau van de zorg in Nederland ver onder de maat. De geestgezondheidszorg is wat de praktijk betreft in de situatie waarin de lichamelijke zorg in de middeleeuwen was. Alle kwalen waren bekend, maar men kon eigenlijk geen enkele kwaal definitief bestrijden. De hoofdinspecteur van de inspectie jeugdzorg pleit ervoor om de kennis van de hulpverleners flink te verbeteren. Want daardoor is de zorg nu ook niet goed genoeg. Het is zo dat in de jeugdzorg heel veel mensen werken die jong zijn, die net afgestudeerd zijn. En met heel veel goede bedoelingen beginnen aan de zorg, aan hun taak. Maar eigenlijk onvoldoende ondersteund worden als het gaat om echt kennis van wat werkt en wat niet. Meer kennis, meer efficiëntie, betere samenwerking. De overheid en de politiek moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen, zegt hoogleraar Hermans. Ja, eigenlijk zou je, als ons kabinet zich daadkrachtig wil tonen en op wil komen voor de rechten van kinderen, zou er heel snel eens een keer, en dat moet binnen een maand gebeurd zijn, een klein clubje moeten komen die tegen mevrouw Ros en meneer Donner zegt van dit moet er nu gebeuren, vertel nu de instellingen dat ze dat en dat moeten doen en maak een plan waarin dat binnen een half jaar gerealiseerd is. De jeugdzorg anno 2004. Haast is geboden, vinden deskundigen en de inspectie. Minister Donner van Justitie heeft persoonlijk ingegrepen in het... Huis, ik heb werk en school en vrienden en zo, maar niemand begrijpt eigenlijk gewoon wat je eigenlijk allemaal hebt meegemaakt en hoe dat nog voelt, weet je wel. Want er zijn gewoon dingen, ook in je... Ja, gewoon dat... Waardoor het leven gewoon een stuk moeilijker wordt ook. Nee, ze deden wel alsof ze het allemaal voor ons deden, maar ondertussen waren ze meer bezig met zichzelf. Omdat ze boos waren op elkaar. Die dingen kunnen gewoon niet wat ze hebben gedaan, weet je. Dat is gewoon, als je kinderen neemt, ja. Dan moet je gewoon daarvoor zorgen ook al. Dan zet je je eigen uit je hoofd, gewoon vind ik. Anders moet je gewoon geen kinderen nemen. Dat, ja. Ze dachten allebei dat ze wat ze deed het beste was, maar... ja, ik kon zo... Ja. Ja, kut af en toe gewoon. Ik mis vroeger ook wel, dat weet je. Ik had gewoon graag gewild dat we gewoon normale jeugd hadden gehad. En dat we gewoon zelfvertrouwen hadden gekregen. En gewoon de basis, weet je wel, waar je terug kan vallen. En nu weet ik gewoon soms niet waar ik moet zoeken bij mezelf, weet je. Gewoon, ik durf mezelf gewoon soms nu nog steeds niet te zijn. Ik denk gewoon dat ik dan gewoon niet genoeg ben of gewoon bang om gekwetst te worden. Daarom zou ik mijn houding voor ofzo. Dat de dingen weer kapot gaan.
En jij, Cynthia, heb jij een beetje hoop op de toekomst? Ja hoor, kom goed. Denk wel. Jij hebt je er meer voor afgesloten? Ja. Probeer niet zoveel mee bezig te zijn, heb je toch niks in. Toch niks aan. Je leeft nu. Je moet zelf proberen het beste van te maken, hè? Niet. Ik vertrouw je voor geen cent. Je bent een smeerlap. Voor mij ben je al heel lang niet meer hun vader. Dat vertrouwen zul je echt moeten terugwinnen door eens stevig aan jezelf te gaan werken. Volg je mijn advies niet op, dan wordt het voor jou allemaal heel vervelend. Dag, wat voor Tamar. Soort therapie had je in gedachten? En op grond van welke deskundigheid acht je je bekwaam genoeg om een dergelijk advies of bevel te kunnen geven? Diploma's graag, getuigschriften. Natuurlijk verwacht ik David Temmerijen komende zondag weer als van ouds om 5:00. Niks ervan. Groet. Je geeft nog steeds geen blijk van enig inzicht in je eigen gedrag. Mijn moeder kon ook dingen zetten. Mijn moeder zat aan het ene hoofd van de tafel en ik toevallig aan het andere hoofd. En dan aten we soep of zo en dan keek ik op van mijn bord en dan zei ze, kijk voor je. Je bent precies je vader, precies gezegd van je vader, kijk voor je. Dus je gaat ook nog eens een keer aan je licht, niet alleen je geestelijke entiteit, maar ook je lichamelijke entiteit ga je verafschuwen van, oh, nou, dus dat is ook niet goed. Ik heb nu zelf 5 kinderen. Als ik naar mijn zoon kijk van 7, dan, ja, ik vraag me echt af van, hoe kon je dat doen? Hoe kon je dat? Hoe? Zo'n teer kinderziel van 7 jaar oud. Hoe kun je daar tegen zeggen, kijk voor je, want je lijkt op je vader. Ik zie het me niet doen, hoor, naar mijn kinderen toe. Echt niet. Ze wilde eigenlijk ook nog de genen van de vader in u vernietigen. Ja. 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 Het ergste was toen ik mijn vader voor de eerste keer weer terugzag en ik was 34. Je raadt nooit wat hij zei. Oh, je lijkt sprekend op je moeder. Zolang je dit gezin blijft beschadigen zoals je dat tot dusver hebt gedaan, beschouw ik jou niet als een vader van mijn kinderen. Doe wat aan jezelf. Pas als ik merk dat jij je houding tegenover ons fundamenteel hebt veranderd, krijg je de kinderen weer te zien. Groet Tamar. Meer informatie over de themaweek Geheim Geweld, nuttige adressen en het volledige programmaoverzicht vindt u op teletextpagina 333 of op www.geheimgeweld.nl. Wilt u reageren en meepraten over geheim geweld, dan kan dat morgen in het radioprogramma 00. Vanavond in het Geluk van Nederland. Een oudere man met een meisje van een jaar of 15. En dat was een man van een jaar of 60. En toen betrapte ik me erop dat ik kotsneigingen kreeg.